Het is belangrijk dat er eerst enkele belangrijke maatregelen bij de energiebedrijven Suriname, EWS, worden doorgevoerd, alvorens tarieven te verhogen, zei C47-voorzitter Robbie Berendsen vandaag tijdens de persconferentie. Het onderwerp van de bespreking was de achtergrond van het ultimatum met betrekking tot het terugdraaien of on hold zetten van de verhoging van de energietarieven. Wat gebeurt er daar bij de EBS? Of wat moet er gebeuren bij de EBS? En de conclusie is dat er een aantal maatregelen genomen moeten worden die maken dat waar er verspild wordt, ja, waar er niet zoveel hoeft te worden uitgegeven. Dat is het Ernst & Young rapport. Hoeveel hebben elkaar in het EY-rapport? Waar er niet zoveel wordt uitgevoerd, dat daar gesaneerd moet worden. Eerst. Een van de zaken is een contract dat er is met Staatsolie. Maar daar kom ik straks even op terug. En pas als dat rapport is uitgevoerd, dan pas kunnen we overgaan tot de eventuele verhoging van de energietarieven. Berendsen merkt op dat het dweilen met de open kraan is als de maatregelen niet worden doorgevoerd. Het eerder doorvoeren van tariefsaanpassingen zonder sanering zal resulteren in constante verhogingen, meent de vakbondsman. We hebben in verschillende meetings met de regering, soms totale vakbeweging, soms C47 Wang, soms ook met bedrijfsleven, hebben we diezelfde procedure benadrukt. Enige zin zijn de sekede. Sekede. En wij gingen ervan uit dat die afspraak recht overeind staat. Omdat dat de juiste procedure is. Wat we zien is dus dat men een commissie heeft benoemd, ja, bestaande uit mensen van de regering en Staatsolie, die het contract gaan reviewen. De vakbondsleider zegt verder dat de door de regering ingestelde commissie voor de gekhouderij is. Vooral omdat het erop lijkt alsof de commissie eigen belangen werk doet. Berendsen zegt dat er vanuit de vakbond niet veel waarde wordt gehecht aan de werkgroep.